wij wilden een groot erfgoedfestival organiseren in de provincie Gelderland. Met activiteiten eigenlijk door de hele provincie heen. En we zochten iets wat die activiteiten zou kunnen verbinden. Liefst ook op een aantal plekken fysiek aanwezig zou kunnen zijn. Ik ben met Cas van der Linden naar Erfgoed Gelderland gegaan. Daar hebben ze het hele vraagstuk uiteengezet. We hebben het gehad over een keet. We hebben het ook gehad over rondreizende tentoonstelling. Maar we wisten het eigenlijk niet zo precies. En eigenlijk na 7 minuten riep iemand, dan moet het een tijdmachine zijn. En na 11 minuten moest het de wandgidser zijn. Nou, wat ik heel verrassend vond, was wij dachten aanvankelijk vooral aan een soort tentoonstelling. Die mensen zouden kunnen zien na afloop, als een toelichting. En Tinker draaide het om. Die zeiden, je moet mensen van tevoren prikkelen. Dus je moet iets spannends neerzetten, waardoor ze getriggerd raken. Mevrouw van Hout, aan de zijkant van het museum zie ik een apparaat dat een beetje lijkt op een lege voertuig, maar dat een soort tijdmachine voor moet stellen. Hoe werkt dat? De bandritser hoort bij Gelegerd in Gelderland. Dat is een provinciebreed cultureel festival in de zomervakantie. Daar doet Museum Elburg ook aan mee, samen met het Museum van de Korpsrijdende Artillerie en het Nederlands Artilleriemuseum in het Harde allebei. We hebben samen een tentoonstelling gemaakt in het kader van Gelegerd in Gelderland. En daarom is de bandritser ook bij ons. Want die reist dus in de zomer door heel Gelderland langs alle plekken waar iets gebeurt met militair erfgoed. Want ik heb begrepen dat de bandritser bedoeld is als een soort prikkel voor de mensen om de expositie te gaan bezoeken. Alleen, hij staat hier maar een week en de expositie duurt tot en met oktober. Klopt, hij staat hier van maandag tot vrijdag. Er zijn een heleboel evenementen deze hele zomer in Gelderland. Dus hij reist langs alle plekken waar wat gebeurt. En maakt je attent op wat er gebeurt in die plek. Maar ook op de andere plaatsen in Gelderland. Op de andere evenementen en festivals die hier deze zomer plaatsvinden. Deze week dus in Elburg. Het is gratis. Kan iedereen er naartoe om een kijkje te komen nemen? Iedereen is welkom. Hij staat tot vrijdag. Elke dag tussen 11 en 5. En ik zou komen, want het is leuk.